Er moet gewerkt worden aan een oprechte prijs voor de melkboer, zodat die zijn bedrijf draaiende kan houden. Dat gebeurt momenteel niet. Het zegt Jason Bakker, penningmeester van de Vereniging Surinaamse Melkboeren, VSMB. De organisatie heeft gisteren een spoedalgemene ledenvergadering gehouden om te praten over de melkprijscalculatie van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Vorig jaar december heeft de minister van LVV een commissie samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende ministeries en de boerenorganisaties. Deze commissie had als taak te komen tot een melkprijscalculatie, zegt Bakker. Toen is er gesteld dat een liter melk niet meer dan 3 SRD 7 cent zou mogen kosten. In 2016 hebben de melkboeren op enkele momenten verhogingen toegekend gehad voor de opkoop van rauwe melk. Op dit moment krijgt de boer maximaal 2 SRD 75 uitbetaald voor elke liter geleverde melk. Bakker zegt dat momenteel de melkboer niet uitkomt met de huidige prijs. Wij als Vereniging van Surinaamse Melkboeren hebben een melkprijscalculatie van 3 SRD 79. En welke niet wordt ontvangen door de commissie die hiermee belast is met de melkprijscalculatie. Dat wordt allemaal aan de leden vanavond voorgehouden. Of zij met de voorgestelde prijs vanuit de overheid voor 3 SRD 7 zullen gaan. Of zo niet, wij op een of andere manier moeten doordrukken voor dat prijs die wij hebben berekend. En dat zullen we allemaal voorleggen aan de leden en op welke wijze we allemaal dit van de overheid zullen moeten afdwingen. Jason Bakker, penningmeester van de Vereniging Surinaamse Melkboeren. Hij zegt dat gewerkt moet worden naar een oprechte prijs voor de melkboer, zodat die zijn bedrijf draaiende kan houden. Momenteel gebeurt dat namelijk niet.